Jij zit hier. Oh, de Golden Tulip Amsterdam. Goedemorgen mensen. Het is vandaag, wat is de dag vandaag? Woensdag. Woensdag, ik ben helemaal van me apropos. Ik ben hier vandaag met Pien. Hallo. Pientje, wat ben je van mij? Ik ben de personal assistant van Manon. Ja. Sinds 2 of 3 weekjes of zo. Ja. Pien die is vandaag mee. We zijn in Antwerpen net aangekomen, maar vanochtend was een beetje gaas. Dus ik start mijn vlog nu pas. Maar Pien die gaat mee omdat ik zo meteen een fitting heb voor een campagne. En dat ga ik jullie zo meteen allemaal laten zien. Maar vanaf nu gaat Pien ook bij mij af en toe helpen met van alles en nog wat. Dus ja, vandaar dat we met z'n tweetjes hier zijn. En ik ga jullie gewoon gezellig weer meenemen. En mijn outfit ook even laten zien, maar dat doe ik denk ik straks even buiten. Want ja. Nee, kan je het niet zien. Nee, je kan het nu niet echt goed zien. Dus wij gaan nu naar buiten. Heb je er zin in? Ja. Gaan we even dingetjes passen. Lekker passen. Het is misschien koud, misschien ook niet. Outfit of the day. Ik heb aan een trui van H&M. Dit jasje is van de Mango. En die ga ik zo meteen wel even laten zien, de achterkant. Want die is echt super leuk. Shell, Primark, tas Alexander McQueen. Over de knielaars zijn van Comme Get Fashion. En mijn broek is van Diesel. Hebben we dus zin aan? Ja! Het is echt lang geleden dat ik hier ben geweest. Zeker wel een half jaar. Ruik je dat? Die Belgische wafels? Mm. Allee, lekkere Belgische wafels. Allee, wat een lekkere wafels. Mm. Lekker hoor. Antwerpen is wel echt heel mooi. I love it. Ja, dit vind ik echt heel leuk staan. Jawel hè? We zijn bij de locatie, bij Triumph, voor de fittings. Ik ben nu net binnen bij Triumph en ik ga hier dus wat kleding doorpassen. Sportkleding, omdat daar een campagne voor loopt. En ik heb nu 2 sport-BH's. En dit is een Triaction sport-BH met een beetje vulling. En deze die is ook heel mooi. Dit is dan een zwarte met van die roze details. En deze is ook voorgevormd, dus dat zit echt heel chill, denk ik. Dus die ga ik even passen. En ik heb ook nog een bijpassend broekje erbij. Deze. Zo'n kort sportbroekje. Die hoort dan niet hierbij. Die kan je gewoon combineren met wat je wil. Dus dat ga ik nu aantrekken. En dan weten we gelijk welke maat voor mij goed is. Dus ja. Laat je BH's zien. Oh, ik heb deze. Ja. Ja. Mooi. En nog een zwarte. Die heeft wat meer vorm. En nog meer een sportbroekje die je hierbij kan. Een blauwe ook. Ja. Leuk meis. Wordt het, hè? Is dit je alter ego? Nee, ik ben een kantoorvrouw. Jij zit hier. Lekker even lunchen. Yeah. Gezellig. Ik heb een Thaise curry met van alles en nog wat. Het ziet er echt heel lekker uit. Ja? Je ruikt ook echt die kokos. Ja, lekker. Yummy. Love deze vloer. Super pretty. Echt random, uit het niets film ik even een vloer. En die muur is ook echt goals. Vind je niet? Love de vloer en de muur. Ja, echt fotogeniek. Ja, heel fotogeniek. Ga jij eerst? Oh, wat een leuk wc'tje. Kijk nou. Dit is toch leuk? En die vloer ook is geschilderd hout. Oké, ik ben zo klaar. Toch? Oh. Wij zijn klaar. We hebben net dus die fitting gehad. We hebben inmiddels al 80 keer gegeten en rondgelopen hier. Maar het wordt tijd om weer naar huis te gaan, een Pientje. Ja, het wordt tijd om weer de reis terug te maken. Ja, de reis terug van 2,5 uur. Maar ik vond het wel echt een chill dagje. Ja. Het was heel gezellig met iedereen. Ja. Van Triumph. En er gaan hele leuke dingen aankomen, maar dat zien jullie allemaal binnenkort. Nu weer terug naar Nederland. En onderweg ook even wat avondeten. Misschien. Misschien. Want we hebben net eens een... Moet hierin? Ja, volgens mij moet hierin. Een yoghurtje op. Oh, wat wil ik dan afrekenen? Wacht, dat moet je even zonder bril vasthouden. En dat was lekker, hè, die yoghurt. Het was bij Barcel, heet Barcel. Het. Ja, Barcel. Ik moet altijd verjaarszoeken naar een kutkaart. Want ik stop dat ergens en dat kan ik dan niet vinden. Snap je? Ja. Het is zo frustrerend, dit.
Heb je niet in je zak gedaan? Oh, cool. Kijk, daar heb ik wat aan. PA? Oké. En dan snapt er helemaal niks van. Huh? Oh, die Golden Tulip Amsterdam. Verkeerd. Oh ja, we kwamen net een man tegen op straat, die was echt heel lief. En die vroeg, kunnen jullie alsjeblieft geld wisselen? Maar ik dacht dat hij ging fietsen. Manon dacht dat het een zwerver was of zo, die geld wilde. Ja. Maar het was gewoon echt zo'n hele lieve oude man. Ja. Oké, we zijn klaar? Ja. Oké. Nou, we zitten weer in de auto. Veilig en wel. Nu op naar Lelystad. 2,5 uur rijden. Dan komen we om 6:55 aan. Dat is toch een prima tijd? Ja, dat is echt heel chill. Tenzij we natuurlijk onderweg nog wat eten, maar ik zit echt zo propvol. Ja, we kunnen ook met Wayne wat eten gewoon. Oh ja, dat kan ook. Dat is voor hem ook leuk, weet je wel. Dat is voor hem ook leuk. Ziet die Pientje ook gelijk even. Dat is ook een mis. Dat is ook een mis. Oké, nou leuk. Goed verhaal. Jullie zien me zo alweer. Als we terug zijn in Lelystad. Dit is Manon in een natuurlijke habitat. Ja? Wil je vlog afsluiten? Nee, nog niet. Oh. Ik ga zo nog even naar boven. Maar daarna? Slapen. Kun je het pas afsluiten? Gezellig, we hebben net een pizza gegeten. Ja, ik zie het aan je buik. Ja, hoe zit je? Nou, daar liggen we dan weer. Dwayne is er weer. Pien is er nog steeds. Ik ga Pien zo wegbrengen over een half uurtje. Maar we zijn echt uitgeteld, hè? Waar ben je? Waar ben je? Ik ben heel zicht. Oh, daar. Sorry. Ik ben in de bank verdwenen. Ja, dat is wel leuk. Maar wel heel erg vermoeiend deze dag. Vooral de rit naar huis. Toen het nog licht was, toen ging het wel. Maar toen het op een gegeven moment donker werd, mijn ogen begonnen wel een beetje zo te gaan. Gezellig! Allebei helemaal in die film, of wat het ook is. Ziek. Wat is dat? Ziek. Ik kom net onder de douche vandaan, dus vandaar dat mijn haar nog zeik nat is. Maar wij gaan zo meteen slapen, dus ik ga de vlog meteen afsluiten. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij heel snel terug in een nieuwe video. Doeg!